Dames en heren, hartelijk welkom hier in de zaal en ook voor de kijkers thuis. In het kader van de Week van de Klassieken hebben wij vanmiddag hier een lezing. En die wordt gegeven door de heer Jona Lenderink. En zijn thema is het propagandistische gebruik van de Griekse oudheid. Het staat hier ook op het scherm. En de spreker is er. Ik geef u het woord. Mooi. Dan gaan we beginnen. Welkom, ook als u dit over de televisie ziet, op uw beeldscherm. Ik wil het hebben met u over de Perzische oorlogen, die in Perzië de Griekse oorlog zullen hebben geheten. Waarmee je eigenlijk al meteen een deel van het probleem te pakken hebt, namelijk wij kijken naar dit conflict met een Griekse bril. Het is een oude oorlog, 2500 jaar geleden en nog wat meer. En ik wil het weinige wat we eigenlijk over die oorlog weten met u behandelen. Gewoon dit weten we. Ik wil aangeven dat we ook een heleboel niet weten en ook hele belangrijke dingen niet weten. En dan gaan we door naar de 19e eeuw. Als er een soort geschiedbeeld ontstaat waarin dit heel belangrijk is en waarin wordt gezegd dat als de Grieken destijds niet gewonnen zouden hebben, dan zouden wij in een hele andere wereld wonen. Dat is onzin, dat ga ik daarna uitleggen. Dat 19e eeuws geschiedbeeld is zo dood als een pier. Maar dan ook echt heel mors dood. Dat blijkt niet voldoende te zijn. Na de aanslag op de Twin Towers in New York is dit beeld wel bewust weer naar buiten gebracht. En als er veel historische bewusteloosheid is, daarop gedijt propaganda buitengewoon goed. Ik ga dat uitleggen. Ik heb ook nog wat suggesties hoe we dit zombie, want het is een zombie die uit de dood opstaat, hoe we die zombie hadden kunnen bestrijden en hoe we dat in de toekomst beter zouden kunnen doen. Daar wil ik mee eindigen. Maar ik moet heel erg bekennen, de laatste slides zullen heten de toekomst van de klassieken. En ik ben zo cynisch geweest om net te denken van, moeten we niet zeggen, hebben de toekomst, is er een toekomst voor de klassieken? Omdat ik ook niet echt optimistisch ben. Maar niettemin, ik wil toch straks eindigen op een positieve noot voordat u vragen mag stellen. En dan gaan we eens kijken hoe ver we gaan komen. Dat is het plan. Wat u hier ziet is een boom op het strand op het eiland Euboea. Dit is Kaap Artemision. Aan de overkant ziet u Magnesia. Dit is een zeeslagveld. Hier hebben de Grieken gestreden tegen de Perzen. Dat lezen we althans. Er is nooit een scheepswrak gevonden. Er is nooit een ram gevonden. Er is nooit een speerpunt gevonden. Een zwaard, een roeiriem. We weten het allemaal niet. Archeologische bevestiging voor deze zeeslag, die is er niet. Terwijl zeeslagen op zich wel terug te vinden zijn. De Egadische eilanden zijn gewoon 24 scheepsrammen uit het water gevist. Dus wie weet vinden we dat nog een keer. Wie zal het zeggen? Waarover ga ik het hebben? Eerst dus even iets over, er was een Perzische oorlog, maar hoe weten we dat eigenlijk? Onze voornaamste bron, dat weet u, dat is Herodotus van Halicarnassus. Die krijg ik ook eventjes later langskomen. Wat we weten kunnen, wat we niet kunnen weten. De mythe uit de 19e eeuw. Het is echt een fake geschiedbeeld, maar het is vrij populair gebleven. Hoe die zombie opnieuw opstaat en uiteindelijk dus het diepere probleem. Dat tweeërlei is, kan u afklappen. De ene is, de wetenschap is eigenlijk niet meer rustig bezig, maar is bezig met een massaproductie van onvoldragen artikelen. Dat komt propaganda zeer te stade, dat gaat daardoor beter. Tweede probleem is de wetenschapsjournalistiek, die faalt ook. En het eind van het liedje is dus gewoon dat rommel makkelijk gedijt. Dus dat is waar we het over gaan hebben. En dan moeten we maar beginnen met hoe weten we eigenlijk dat er een Perzische oorlog is geweest. Het ding wordt herdacht, zoveel is duidelijk. De Grieken slogen een munt onlangs om de veldslag bij Thermopylae te herdenken. Ik ben niet op de hoogte van ook maar één muntemissie ter wereld waarin een nederlaag wordt herdacht. Het is eigenlijk, als je erover nadenkt, een heel wonderlijke munt. En dat komt natuurlijk omdat mensen heel erg vaak denken dat Thermopylae een morele overwinning is geweest, die zo belangrijk is dat de feitelijke overwinning later eigenlijk al bezegeld was. En dat is bepaald niet aan de orde. Het was nogal een slemielige nederlaag. En misschien ziet u ook het rekenfoutje in de munt. De munt is uit 2020 en ze zeggen dat 2500 jaar geleden is. En dat klopt niet. Want er is geen jaar nul.
Dus het rekensommetje klopt niet. Maakt verder niet uit hoor. Maar dit zijn dingen waar je eindeloos om kunt glimlachen. Nou, we hebben dus één bron. En dat is Herodotus. We hebben wat andere bronnen. Hier en daar. Maar wel beschouwd is de Perzische oorlog. Herodotus' oorlog. Hij is degene die informatie geeft aan ons. En we kunnen soms denken, misschien zat het anders. Maar als hij iets niet benoemt, weten we het niet. Als er nog een veldslag is geweest, Thermopylae, Artemision, Salamis, Plataea, Mycale, dat zijn de 5 grote slagen. Maar als er nog een 6e is geweest die hij vergeten is te noemen, zullen we het nooit weten. 1 bron is geen bron, zeggen we dan. Sommige informatie die Herodotus noemt, kunnen we bevestigen omdat hij gênant is. Een heel eenvoudig voorbeeld. Hij noemt ergens een oorlogsmisdrijf dat door Griekse soldaten is begaan. Dat is geen aanbeveling. Dus je mag aannemen dat dit informatie is die hij niet kon onderdrukken, zelfs als hij dat zou hebben gewild. Dus je kunt binnen een tekst sommige informatie aanwijzen van nou, dit is iets wat niet past bij het verhaal wat je wil vertellen. Blijkbaar kon je het niet onderdrukken. Nou, dan zal dat wel aannemelijk zijn. Het verhaal circuleerde dus blijkbaar al enige tijd en was niet iets wat hij ontkennen kon. Dat is een manier waarop je in zo'n tekst kunt gaan breken om te zien of het correct is of niet. Soms heeft hij doorkijkjes. Ik weet niet hoe je dit wetenschappelijk zou moeten noemen, maar ik vind het woord doorkijkje wel eens handig. Daarmee bedoel ik, soms geeft hij informatie die onverwacht correct blijkt te zijn. Ik heb gezegd de onsterfelijke. Herodotus noemt een legeronderdeel in het Perzische leger, waarvan hij zegt dat heet de onsterfelijke. Nu kennen wij het Perzische leger vrij goed, omdat we wat kleitabletjes hebben uit Persepolis, de hoofdstad van Perzië, 30.000 in getal. Daarin duikt geen enkel legeronderdeel op met deze bizarre naam. Herodotus heeft ook een buitengewoon gezochte verklaring, namelijk dat het 10.000 soldaten zijn. Dat als één van hen sneuvelt, dan wordt hij automatisch vervangen. En daarom is dat legeronderdeel als geheel onsterfelijk. Oké, dan zou je kunnen zeggen het heet het onsterfelijke onderdeel, maar niet de onsterfelijken. Want de pointe is juist dat die mensen wel sterfelijk zijn en vervangen worden. En we kennen het niet, maar nou is er iets grappigs aan de hand. Het Perzische woord voor metgezellen des konings lijkt heel erg sterk op onsterfelijk. En wat hier aan de hand is, is waarschijnlijk dat dit legeronderdeel de metgezellen heette, en dat kennen we wel. En dat Herodotus informant, die heeft een S-klank niet herkend en heeft er een shin van gemaakt. Of een shin heeft hij in een S veranderd, daar wil ik even van afwijzen. Dus het is een misverstand gebaseerd op verkeerd uitleg van een bestaand Perzisch woord. Het feit dat Herodotus dus een verkeerde uitleg geeft, is zijn beste garantie dat hij toegang heeft gehad tot betrouwbare informatie. Ik noem dat een doorkijkje. We komen het vaker tegen. We weten dat bijvoorbeeld de laat-antieke auteur Jordanus heeft toegang gehad tot authentieke gotische informatie, omdat hij ineens Germaanse woorden blijkt te kennen. Dat bewijst gewoon dat hij authentieke informatie weergeeft. Dan is er het punt meervoudige attestatie. Dat klinkt als een enge ziekte, maar het komt erop neer dat sommige informatie niet alleen door Herodotus wordt gegeven, maar ook door anderen. Even oude bronnen, die onafhankelijk zijn. Een eenvoudig voorbeeld, een grafschrift, dat is overgeleverd van bijvoorbeeld de soldaten uit Korinthe die zijn omgekomen tijdens de zeeslag bij Salamis. Die tekst die kennen we, en die is onafhankelijk overgegeven. Dus dan heb je 2 bewijzen voor dezelfde veldslag, zeeslag in dit geval. Dat heet met een mooi woord meervoudige attestatie, maar dat is eigenlijk een manier, we hebben onafhankelijke bevestiging van wat Herodotus vertelt. Hebben we Perzische bronnen? Jawel. Ze zijn niet heel beroemd en ze zijn ook buitengewoon oninformatief. Maar we hebben uit het Perzische Rijk koningslijsten met opsommingen van onderworpen gebieden. En nou, die noemen dus de Babyloniërs en de Assyriërs en de Cappadociërs en de Lydiërs. Die worden 1 voor 1 genoemd. En op een gegeven moment duiken in die lijst ook de Jauna op, de Joniërs, dat zijn de Grieken die in het westen van Turkije wonen. En in latere inscripties duiken ook op de Jauna van overzee. Nou, dat kunnen alleen de Grieken zijn in het Griekse moederland. Dus dan heb je
bewijs dat de Perzische koning minimaal heeft geclaimd dat hij bewijzen van onderwerping heeft aangenomen vanuit het Griekse moederland. Dat kan Athene zijn of een andere stad, maar die bewijzen heeft hij gehad. Verder bewijst het helemaal niks, want we weten ook dat de koning met dit soort claims beweerde dat hij Gandhara had onderworpen. Dat is de Punjab in India. Nou, daar hebben we nul bewijs voor dat dat klopt. Hij is er misschien een keer met een leger doorheen getrokken. En toen is hij weer weggegaan en daarna claimde hij van dat is van mij. Ongeacht of dat waar is. Dus we moeten dit met enige voorzichtigheid bewegen. Er zijn soms nog andere verrassende manieren om het te zien. Het gebruik van marmer. Een steensoort die afkomstig is uit diverse Griekse mijnen en groeven in Perzië. En dat duurt de eerste regeringsjaren van de late regeringsjaren van Darius en de eerste regeringsjaren van Xerxes. En dat bewijst dus dat de Perzen op dat moment toegang hadden tot de groeven in Griekenland. En op een gegeven moment houdt het op. En aangezien we weten dat die groeven in gebruik zijn genomen, is er minimaal een handelsembargo geweest of zoiets dergelijks. Maar de Perzen hadden er geen toegang meer toe. Dus ook dat is een aanwijzing voor in ieder geval economische contacten die bestaan, tot stand komen en uiteindelijk verdwijnen. Is er archeologisch bewijs? Nou, eigenlijk nul. Dat wil zeggen, we hebben wat overwinningsmonumenten opgegraven. Dus bij Marathon, en daar is een overwinningsmonument geweest. Dat heeft een beetje een curieuze geschiedenis. Het is namelijk gesloopt en overgebracht naar de Peloponnesus. En toen hebben ze een nieuw monument gebouwd en dat is opgegraven. Maar dat is die beroemde heuvel die je nog steeds kunt zien. Maar die is niet 2500 jaar oud, die is aanzienlijk jonger. En nou, zo zijn er meer dingen, grafmonumenten. Er staat een overwinningsmonument in Delphi, waarvan de sokkel is opgegraven. En de kop die is terechtgekomen in Istanbul. Daar staat ook nog steeds de schacht in de hippodroom. Dus er zijn wel wat dingen die eraan herinneren. Maar je zou eigenlijk het liefst willen gewoon een slagveld echt opgraven met wapens en alles erop en eraan. Zoals we in Kalkriese een van de slagvelden van het Tuitenburger Woud hebben. En hier in Nederland, in Velzen, hebben we ook een Romeinse slagveld. Dat is niet onmogelijk. In het Trasimeense Meer, waar Hannibal een overwinning heeft geboekt, is een massagraf opgegraven. Dus dat soort dingen zouden we, ja, massagraf is niet iets wat je graag opgraaft. Maar als we dat zouden hebben, zouden we wat meer bevestiging hebben van het verhaal van Herodotus. Het enige wat we eigenlijk weten is, Herodotus heeft een verhaal verteld. Hij verwijst regelmatig naar lokale tradities. Hij kent plekken waar verhalen gecirculeerd hebben. En dat is natuurlijk altijd nog zo. Ik heb vannacht geslapen in de gevangenis hier. En ik ken de verhalen dat daar de overval heeft plaatsgevonden in de Tweede Wereldoorlog. En dat is iets wat, als ik het niet gelezen zou hebben, dan had ik het mondeling vernomen. Dat is een verhaal dat bij dat hotel zal blijven horen tot de jongste dag. Op die manier blijven verhalen verteld worden. En Herodotus heeft dat soort verhalen gekend en doorgegeven. Hier is Xerxes geweest. En toen hij in deze stad was, hoorde hij dat als hij het gemeentehuis binnenging en hij zou blijken af te stammen van iemand, dan moest hij misschien geëxecuteerd worden. Dus hij is met de grote boog om het gemeentehuis heen gelopen. Raar verhaal. Maar we kennen het. En Herodotus heeft dat blijkbaar gehoord en vond het de moeite van het vermelden waard. Het is een lieu de mémoire, zoals de Fransen zeggen. Dus een herinnering waar een verhaal bij hoort, dat op een bepaalde manier een gemeenschap doorvertelt, omdat het de gemeenschap als zodanig bevestigt. Dus we hebben wel wat informatie, maar je moet Herodotus misschien af en toe niet helemaal geloven. Want wat heeft hij geschreven? Ik denk dat de beste manier om Herodotus te typeren is dat het een lofdicht in proza is. Een lofdicht, omdat hij aangeeft in de allereerste zin dat hij dit schrijft opdat de roem van de mannen die gevochten hebben, zowel Grieken als niet-Grieken, niet verloren zou gaan. Hij wil hun goede reputatie wil die bewaren. Dat is wat Herodotus doet, dus je kunt het een lofdicht noemen om die reden. Hij zelf is een beetje een mysterieuze man. Weliswaar hebben we een biografie van Herodotus uit de oudheid over, maar die is niet heel betrouwbaar. Een simpel voorbeeld, er wordt gezegd dat hij in ballingschap is gegaan.
Maar Thucydides, Theopompus, Polybius, eigenlijk gaat elke Griekse historicus een keer in ballingschap. En van Thucydides weten we het zeker. En van Polybius ook. Maar het lijkt eigenlijk een beetje een cliché, een anekdote die je vertelt over een historicus. Het hoort bij zijn beroep dat hij in ballingschap is gegaan, ongetwijfeld, ongeacht of hij dat feitelijk heeft gedaan. Nou, zo weten we eigenlijk heel weinig over Herodotus, behalve hij beschrijft nergens dat hij iets van de Perzische oorlogen heeft gezien, terwijl hij anders wel op autopsie beroept. Dus dat klinkt toch alsof hij te jong geboren is. Hij kent geen gebeurtenissen na 429, dus als we zeggen hij is tussen 480 en 430 in leven geweest, dan zal dat wel kloppen. Hij kan krijgsgevangenen hebben gesproken, hij kan reizigers hebben gesproken, hij insinueert dat hij zelf ver gereisd heeft. Mensen die nooit in Babylon zijn geweest, zullen wel niet geloven dat X, Y of Z. Dat wekt de indruk dat hij in Babylon is geweest, maar hij zegt niet dat hij er geweest is. Hij zegt, in mijn tijd was het nog zo in Babylon. Subtiel, hè? Je moet ontzettend op je qui vive zijn bij Herodotus. En dat maakt het ook tot zo'n buitengewoon leuke auteur. Het is af en toe een charlatan, denk je. Tegelijkertijd, hij kan heel goed mensen hebben gesproken. Zo groot is het Middellandse Zeegebied nou ook weer niet. Dus we weten niet goed wie hij is geweest. Maar we weten dus aan de hand van zijn openingszin, zijn doel is de roem van de mensen blijven bezingen en ook uitleggen waarom ze met elkaar in oorlog zijn geraakt. Met dat doel is hij in feite bezig zoals Homerus. Homerus wil de roem van de mannen bezingen en wil ook uitleggen hoe ze in oorlog zijn geraakt met elkaar. Opening van de Ilias. Muze, bezing de mannen en ook vertel waarom ze met elkaar in oorlog zijn geraakt. Zit er gewoon in. En hij echoot Homerus op heel veel punten. Dus woordkeuze, het gebruik van een catalogus, cirkelcomposities. Het zijn allemaal, of ringcompositie, neem ik kwalijk. Het zijn allemaal Homerische echo's. Anders dan Homerus, die zegt, muze, geef mij informatie en laat dat neerdalen op mij. Zegt Herodotus, mijn informatie komt van onderzoek. Hij heeft dingen zelf gezien. Hij heeft ze beredeneerd. Of hij heeft bronnen geraadpleegd. Hij heeft bijvoorbeeld ergens een hele theorie over dat een van de kleine piramides in Giza, dat die bedacht is door een meisje dat dan de geliefde is geweest van de broer van Sappho, en dat baseert hij dan op een gedicht van Sappho. Ik vind het nogal een long shot om de waarheid te zeggen. Maar hij doet wel zijn best om beredeneerd tot bepaalde conclusies te komen. Hij kan ook mensen hebben gesproken. Hij wordt wel eens de vader van de geschiedschrijving genoemd. Dat is kul. Dat moet ook eigenlijk met een grote trap uit ons collectieve bewustzijn worden verwijderd. Er bestaat geen geschiedvorsing in de oudheid. Er bestaat hooguit geschiedschrijving, verhalen vertellen, maar echt systematisch nadenken over wat is het verleden, hoe kunnen we het kennen, is eigenlijk iets wat pas in de 19e eeuw ontstaat. Het is alsof je astrologie astronomie noemt, of alchemie chemie. De afstand tussen een normale 21ste eeuwse geschiedschrijver en zo'n antiek iemand is heel erg groot. Ik vind hij moet heten de vader van de journalistiek. Want hij komt voor een heel groot deel met hoor en wederhoor. Dat is wat hij doet. En zo construeert hij een verhaal over het nabije verleden. En dat doet hij op zich heel leuk. En hij kan ook goed mensen hebben gesproken die iets hebben meegemaakt. Als hij voor 430 zijn werk heeft geschreven, kan hij prima de overlevenden hebben gesproken van, ik noem maar wat, de expeditie naar Mycale. Hij kan de overlevenden hebben gesproken van een mislukte Perzische aanval op Delphi. Er is geen enkele reden waarom hij niet een krijgsgevangene kan hebben gesproken die afgedankt is en nu ergens zit. Dat kan allemaal. In zijn technieken doet hij ook weer aan Homerus denken. Dus hij heeft van die digressies. Dat is ook wat hem zo leuk maakt. Dus hij kan af en toe een verhaal vertellen. En dan komt hij op een bepaald punt uit. Hij gaat vertellen van, toen kwam Cambyses aan de macht, een koning in Perzië. En dan ineens vertelt hij, die ging Egypte veroveren. Nou ja, niet iedereen is in Egypte geweest. Maar in mijn tijd.
En dan gaat hij vertellen hoe Egypte eruit ziet en wat voor beest je in Egypte hebt en wat daar nog meer gebeurt. En als hij dan bij de piramide aankomt en of een mummie gaat noemen, dan gaat hij uitleggen. Dus hij is al bezig met een digressie, uitleggen wat Egypte is. Gaat hij daarbinnen uitleggen hoe je een mummie moet balsemen. Dan keert hij weer terug naar zijn verhaal. En soms gaat hij echt 5 niveaus diep. En dat maakt het tot een hele grote collectie van leuke, korte verhalen. En daarom is het ook een leuke auteur die gelezen moet blijven worden. En daar zit heel veel informatie in die hij waarschijnlijk door hoor en wederhoor heeft gehoord. En die zo goed is als zijn informanten. Dus hij wil nog wel eens iets vertellen over een Perzisch gebruik. En dat komt dan misschien wel of misschien niet. Maar dat is zo goed als zijn informanten hem het hebben verteld en hij het begrepen heeft. Nou, wat ik heel belangrijk vind om te vertellen, hij heeft een bepaalde visie op hoe die oorlog tot stand is gekomen. En dat is een causaliteit, een oorzaak op 2 niveaus. Enerzijds is er een menselijk niveau, waarbij actie-reactie speelt. De Grieken doen dit, de Perzen doen dat. De Grieken doen dit, de Perzen doen dat. En dat reageert voortdurend op elkaar en het wordt steeds erger. Tot uiteindelijk Xerxes naar Griekenland komt en wordt verslagen. Dus dat gaat heen en weer. Actie-reactie. En op een dieper niveau zijn het de goden die dit willen. Ja, dus een koning kan de macht grijpen, zelf daar niet voor gestraft worden, maar dan zal uiteindelijk toch iemand de rekening moeten voldoen. En dat kan dan zijn 4e afstammeling zijn die dat doet. Na 4 generaties kan die alsnog worden gestraft. Maar dat is om een soort kosmische balans in evenwicht te houden. Dit is Herodotus' visie op hoe het verleden in elkaar steekt. En om dit verhaal te vertellen, daarop selecteert hij de feiten die hij noemt. Hij richt dus de schijnwerper op bepaalde gebeurtenissen die passen in een verhaal waarin die gebeurtenissen volgens de door hem gepostuleerde causaliteit zijn geordend. Hij heeft een idee van het is actie, reactie en de goden willen het zo. Daarop selecteert hij en zo kan hij dus bewijzen dat actie, reactie en dat de goden het zo willen. Wij geloven niet in goddelijke interventies en hebben ook wel wat genuanceerdere visies op causaliteit. Dat betekent dat wij de causale verbanden maar tussen haakjes moeten plaatsen. Maar tegelijkertijd beschikken we alleen over de feiten die hij noemt. Het kan heel goed zijn dat er gebeurtenissen zijn geweest die in zijn grote plaatje van het verhaal niet passen, die hij niet vermeldt, maar die wel cruciaal blijken te zijn geweest, alleen wij weten dat niet. En omgekeerd kan hij, daar staat hij zeker niet boven, dingen noemen omdat ze volgens hem gebeurd horen te zijn, die misschien van A tot en met Z verzonnen zijn. Hij heeft ergens een compleet Perzisch leger dat verdwijnt in de woestijn. En hoewel Olaf Kaper, de hoogleraar Egyptologie, die ik buitengewoon hoog acht, denkt dat dat een historische gebeurtenis is, heb ik zelf het vermoeden dat het een literair motief is. Dat noodzakelijk is om iets anders te spiegelen. Elke Perzische koning moet op een gegeven moment namelijk zijn hand overspelen. Iedereen doet het een keer. En van die keizer, van die koning Cambyses, die raakt daar zijn leger kwijt. Zoals Xerxes een leger kwijtraakt, zoals Darius een leger kwijtraakt, zoals Cyrus een leger kwijtraakt. Ja, zo moet Cambyses dat ook doen. Dus dat verzint Herodotus dan maar, omdat het hoort te gebeuren. Zo denk ik het. Maar nogmaals, Olaf Kaper vermoedt dat het anders is. En ik ben ook maar iemand die wat aanstaat te kletsen hier op een mooie zaal op een vrijdagmiddag in Leeuwarden. Hebben we andere bronnen? Jawel, die hebben we, maar de waarheid gebied te zeggen, die zijn niet zo best. Er is een meneer geweest die Evoros heette, die kwam uit Kime. Dat lag ook in Turkije, net als Halicarnassus. Die heeft ook een geschiedenisboek geschreven, dat is verloren gegaan. En daar hebben we een uittreksel van, dat 4 eeuwen later is geschreven. Je krijgt de indruk dat Herodotus de betere auteur is. Maar een enkele keer denk je, hey, die Diodorus die vertelt hier op gezag van Evoros iets. Hey, die informatie hadden we wel willen hebben. Dat stiekem hoop ik nog een keer dat we de originele van Evoros terugvinden. Dus we moeten in Egypte lekker doorspitten en papyri vinden. Let op, we weten dat in Oxyrhynchus, dat is een stadje in midden Egypte,
zijn een 500.000 papyri gevonden, waarvan er pas 5.000 zijn uitgegeven. Wie weet wat daar nog gaat opduiken. Nou, dat was Herodotus. Wat kunnen we nou werkelijk weten over die oorlog? Nou, om te beginnen, er was een oorlog, dat is al heel wat. Overigens, dit prachtige plaatje, ik vind het echt schitterend, is een rood figuurschaal die in het Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel ligt. Voor Nederlanders is dit een bijna vergeten museum, en dat is natuurlijk omdat je door België reist op weg naar een ander buitenland. Het is Brussel, een oudheidkundig museum, dat staat niet voldoende op onze agenda, terwijl dit schitterend museum is. Een beetje onderschat in Nederland. Met dit soort prachtige hoplieten die daar zich opmaken voor de strijd. Nou, we weten er was een oorlog. Domweg, Herodotus beweert het, veronderstelt het, heeft nergens een neiging om te bewijzen dat het moet plaatsvinden. Zijn publiek weet ook dat die heeft plaatsgevonden. We hebben andere bronnen die daarnaar verwijzen. Heel vroeg al is er de toneelschrijver Aeschylus die een zeeslag tot toneelstuk heeft bewerkt. Dus dit kan allemaal prachtig waar zijn. Ik denk ook wel dat de verschillende veldslagen die door Herodotus worden genoemd, die zullen vrij adequaat de belangrijkste gebeurtenissen dekken. Thermopylae, Artemision, Salamis, Plataea, Mycale en uiteindelijk de inname van Eion, waar Herodotus zeer kort over is, maar het is een belangrijke gebeurtenis geweest. Dat zijn de grote gebeurtenissen, dat klopt wel. De namen van de betrokkenen, die zullen ongetwijfeld kloppen. Een tijdje geleden maakte Hollywood een film over hoe de geallieerden aan de Enigma-codes waren gekomen. En een dapper team Amerikaanse soldaten wist die uit een onderzeeër van de Duitsers te halen of zoiets dergelijks. En meteen waren de critici er als de kippen bij om te vertellen, nee, die Enigma-codes die zijn niet door de Amerikanen bemachtigd. Dat hebben Polen en Belgen hebben het doorgespeeld naar Groot-Brittannië. En zo is dat gegaan. En je kunt niet zomaar een gebeurtenis aan iemand anders toeschrijven. Dat gaat niet. Ja, dus we kunnen niet zeggen, het was, noem maar wat, dit kan niet. Dus er was te veel informatie bekend bij de Grieken, dat als Herodotus iets zegt wat echt niet klopt, hem te corrigeren. Dus daar zit een stevige controle. De namen van de betrokkenen zijn ongetwijfeld correct. Als Herodotus zegt dat Themistocles de admiraal was van de Atheners tijdens de zeeslag bij Salamis, dan is er geen enkele reden om daaraan te twijfelen. Hij noemt ook Perzische namen. Dat wordt lastiger te controleren, maar er is iets bijzonders aan de hand. De namen die Herodotus geeft, zijn geen potjes Perzisch, als ik een woord mag verzinnen. Het is goed Perzisch. En dat weten we omdat we uit Persepolis allerlei kleitabletjes hebben. Sterker nog, we hebben één kleitabletje dat bevestigt dat een zekere Datis op weg gaat naar het Egeese zeegebied. We hebben namelijk zijn bierratsoen. Dat klinkt wat grappig, maar we weten hoeveel bier hij in elke herberg mocht opeisen namens de koning. En daaruit weten we dat die man in het jaar 493-492 richting West-Turkije is gereisd. Dit is de man die in 492 het eiland Rodos heeft overmeesterd. Het is ook de man die de Perzische troepen aanvoert in de slag bij Marathon, 2 jaar later. Dus we hebben een bevestiging dat de juiste man op de juiste plek was. Oké, 2 jaar verschil, maar daar doen we even niet al te moeilijk over. Datissa, Datis, dat klopt ook, dat is gewoon dezelfde man. Dus dat bevestigt dat Herodotus informatie heeft gehad uit Perzische kring. Wat buitengewoon interessant is dat hij dat had. Nou, de einduitkomst, daar hoeven we niet over te hebben. De Perzen hebben verloren. Hoe? Dat is een andere vraag. Weet ook wat het gevolg is. Dat wordt wel eens aangeduid als de erfenis van Xerxes. De Grieken die gevochten hebben tegen de Perzen, beschouwen zich als één volk. Ze hebben samen, zij aan zij, gestreden tegen de Perzen. De Spartanen en de Atheners zullen nog zeker 200, 300 jaar bakkeleiend over de straat gaan, maar ze ontkennen niet dat ze één volk zijn. Volken die misschien lijken op de Grieken, maar aan Xerxes zijde hebben meegevochten,
dat zijn geen Grieken meer, zelfs als ze Grieks spreken. Dus over bijvoorbeeld de bevolking van Macedonië zitten de Grieken, voelen ze zich niet helemaal makkelijk. Ze willen wel toegeven dat koningen van Macedonië Grieken zijn, maar daarna wordt het lastig. Dit is een van de erfenissen van deze oorlog, dat weten we. Nog een belangrijk gevolg, de Atheners stichten een imperium. Rond het Egeese zeegebied houden zij een strijdbond gaande die de oorlog tegen de Perzen kan voortzetten als de Perzen besluiten nog eens langs te komen. Het duurt tot midden van de 4e eeuw voordat de Perzen weer eens een operatie doen. Maar die bondgenootschap tegen de Perzen blijft bestaan onder Atheense leiding. En om dat te rechtvaardigen hebben de Atheners een hele hoop stereotypen over de barbaar. De Pers is vrouwelijk, verwijfd, slap, gehoorzaam aan de koning, slaafs. Al die clichés worden door de Atheners uitgevent om te rechtvaardigen dat zij dus een strijdbond aanhouden. Nou, wat kunnen we niet weten? We hebben geen idee waarom de Perzen naar het westen kwamen en wat ze nou eigenlijk wilden. Dat klinkt als een hele boude stelling, want we denken toch te weten dat de Perzen probeerden Griekenland te veroveren, maar waarom zouden ze dat willen? De Grieken vroegen zichzelf ook al af, wij hebben helemaal niks, er is geen goudmijnen, geen zilvermijnen, echt vluchtbaar is dit land ook al niet. Aan het einde van Herodotus' geschiedwerk werpt hij zelf de opmerking al op van dit is een arm land, de Perzen zijn stapelgek geweest dat ze hebben geprobeerd het te veroveren. Dan kun je zeggen, de Perzen willen van nature altijd veroveren, maar ja, dat is ook maar een aanname. Ik denk overigens dat die wel klopt hoor, maar het is een aanname. En wat wilde Xerxes? Misschien een advies als u ooit nog een oorlog wil gaan voeren, zorg dat je een goede strategie hebt, dat je weet wat je wil. Maar we weten het niet van Xerxes. We weten alleen wat hij feitelijk gedaan heeft, namelijk dat hij een leger naar het zuiden heeft laten komen vanuit wat we Thessaloniki noemen. Maar of dat ook het plan was, dat weten we niet. Ja? We moeten de Perzische strategie, het plan, afleiden uit wat feitelijk gebeurd is. En dat is een hele ongemakkelijke situatie. Dus dat weten we eigenlijk zo niet. Ja, de oorzaak van de oorlog, we nemen aan dat de Perzen een staatsstructuur hadden die gebaseerd was op externe verovering, waarmee dan goud naar binnen kwam, dat de koning dan kan uitdelen aan rijksgroten. Ik neem aan dat dat klopt, maar bewezen is het allerminst, want zoveel Perzische teksten hebben we nou ook weer niet. Operationele doelen. Ja, we denken dus dat het de bedoeling was om Griekenland binnen te komen en met heel erg veel soldaten een overwicht te scheppen, zodat, denken we, de Grieken begrepen, we moeten maar geen weerstand bieden, denken we. Maar of dat bewijsbaar is, ik weet het niet. Nogmaals, we zitten hier met een hoop problemen. Tactische doelen, ja, het zal wel zijn dat je met een overkill aan mensen probeert de slag te winnen. Maar eigenlijk, dat weten we ook al niet zo goed. Hoe goed waren die lui nou bewapend? We hebben wel afbeeldingen van Perzische soldaten, maar dat is altijd een uitgaanstenu, nooit een gevechtstenu. Dus ja, het is allemaal veel minder duidelijk dan we denken. We nemen aan dat de Perzen naar het zuiden kwamen met een heel groot leger, om op die manier een machtsoverwicht te hebben elke keer. Oké. Zo'n groot leger dat er een enorme vloot nodig was om dat leger van eten te voorzien, want als je dat op schepen vervoert gaat het makkelijker. We nemen aan dat om die reden de Grieken probeerden de vloot van de Perzen te verslaan, zodat daarna het leger ook terug moest keren van de Perzen. We nemen aan dat dat de reden is waarom de Grieken bij Artemision een zeeslag wilden voeren. Daar verslaan we de Perzische vloot en zo dwingen we het Perzische leger terug. En we nemen aan dat dat feitelijk gebeurd is in de zeeslag bij Salamis. Maar het is de hele tijd gissen naar bedoelingen, gissen naar motieven en zelfs vaak gissen naar resultaten, omdat we ze vaak niet kennen.
De zeeslag van Salamis wordt beschouwd als beslissend in deze oorlog. Maar er is eigenlijk, als je kijkt naar de netto verliescijfers, hou je het gevoel van de Perzen hebben nog steeds een vlootoverwicht. En als ze gewoon de schepen de zomer of in de winter netjes hadden opgekalefaterd, was er geen enkele reden om nog terug te komen. Waarom hebben ze het niet gedaan? Die puzzel ligt er, we weten het niet. Mijn persoonlijke gok is dat de vloot er het bijltje bij neergegooid heeft. Het waren Fenicische schepen. De Fenicische steden hadden nog een rekening met de Grieken te vereffenen. Dat hadden ze gedaan. Zij hadden geen belang meer bij de oorlog en trokken zich terug. Maar dat is pure speculatie. En ook nog een beetje ingegeven doordat ik eens een keer iets nieuws wilde zeggen. Dus ik weet helemaal niet of het betrouwbaar is. Nou, waarom trok Xerxes zich terug? We weten het niet. Dat weten we al sinds de 19e eeuw dat we dit niet weten. Ik zeg er ook niks nieuws mee. Maar we weten heel weinig over die Perzische oorlog. Dus, we hebben een oorlog waar we niks over weten. Nou ja, dat die er geweest is. En dat de Perzen terug zijn gegaan, dat weten we. Dat heeft niet verhinderd dat dit in de 19e eeuw is uitgegroeid tot een soort stichtingsmythe voor de West-Europese cultuur. Die mythe bestaat uit drie delen. Het eerste deel van deze mythe is dat de Grieken, anders dan de Perzen en de Egyptenaren en nog zo'n hele batterij volken, dat zij als enige hebben geweten wat vrijheid was. En omdat zij zo vrij waren, konden ze ook creatief zijn en bedachten ze mooie filosofie, prachtige kunst, democratie, al die dingen die bedachten de Grieken omdat zij creatief waren en zij konden creatief zijn omdat ze vrij waren. Dat is een hartstikke leuk idee. Het is voor de eerste keer te vinden, of nou ja, heel uitgesproken voor de eerste keer te vinden bij de Duitse kunsthistoricus Winkelmann in de 18e eeuw. Maar in de 19e eeuw wordt dit een mainstream idee. En stiekem denk ik, het idee bestaat nog volop. Ik ben ervan op de hoogte dat toen Europa een Europese grondwet wilde gaan maken, wat uiteindelijk werd uitgekleed tot, ik denk, het Verdrag van Lissabon. Toen we dat gingen maken, toen was nog de preambule dat de Europese cultuur uit Griekenland kwam en dat de rest van de wereld zich daarbij aangesloten had. Dat is wetenschappelijk niet hard te maken. Maar goed, we hebben ook wel eens een wet gezien waarin vastlag dat pi 3/1/7 was. En dat was ook bij wet vastgelegd. Dus er gebeuren wel eens gekkere dingen. Maar dit idee, de Grieken zijn zo creatief geweest, nobele wilden, want zij waren werkelijk vrij, dat is stap 1. Stap 2, Europa bouwt op Griekenland voort. Dit is de continuïteitsthese. Ja, wij lopen dan niet meer in lakens en doen we wel dingen een beetje anders, maar eigenlijk zijn wij een soort Grieken. In Oxford willen ze dit nog wel eens samenvatten als het idee dat de Grieken, dat zijn eigenlijk mensen uit een ander college. Ja, dus die zitten een paar gebouwen verder in dezelfde stad en doen het een beetje anders, maar verder zijn ze zoals wij. De derde these is, de Perzische oorlog was beslissend. Daarmee wordt bedoeld dat je betekenis geeft aan deze oorlog door te kijken wat er gebeurd zou zijn als het anders was gelopen. Wat je dus feitelijk zegt, als de Perzen hadden gewonnen, dan was de vrijheid in de knop gesmoord. En dan hadden we dus geen democratie gehad en geen kunst en geen filosofie en al die andere mooie dingen, die waren allemaal gesmoord in Perzische iets. En daarom is dit beslissend. Dus wat er in Marathon en Salamis is gebeurd, is beslissend voor onze Europese geschiedenis. Hier heb je iemand die dat durft te beweren, John Stuart Mill. Een van de grote filosofen uit de 19e eeuw, maar ook een grote filosoof wil nog wel eens een misser hebben. Ja, ik bedoel, je hebt een Raphaël nodig om die domme engeltjes te schilderen en om een echte mislukking te maken heb je toch wel enig talent nodig. Dus de slag bij Marathon is zelfs als een gebeurtenis in de Britse geschiedenis belangrijker dan de slag bij Hastings. Ik zou niet weten hoe ik deze bewering moest operationaliseren en hoe ik het moet testen. Wat zouden jullie denken van de volgende bewering? Wat jammer nou toch dat de Grieken die verrotte Perzische oorlogen hebben gewonnen, want
Anders hadden we meteen een wereldrijk gehad waarin Grieken en Indiërs samenkwamen. En dan hadden we in één klap kunnen doorstoten naar de Hellenistische filosofie en al die rare speculatieve dwalingen van Plato kunnen overslaan. En dan hadden we een fantastische wereld gehad. Dat is net zo onwetenschappelijk als beweren dat als die Grieken maar gewonnen hadden, dankzij die Grieken wij allemaal zo fantastisch zijn. Het is even onwetenschappelijk. In die voegen dat ik graag een paar boeken Plato zou weggeven om wat meer Aristoteles te hebben. Maar goed, dat is een andere kwestie. Mill is geen historicus en hij wordt ook alleen maar door niet-historici geciteerd. Wat je in feite krijgt is een soort schabloon, waarin steeds West tegenover Oost staat. Ja? Het is Europa, dat zijn wij natuurlijk, hè, tegenover Azië. Het is Indo-Europese talen, zoals Grieks en Latijn en Duits en Frans en Nederlands en Fries, tegenover Semitische talen, zoals het Arabisch, het Babylonisch, het Aramees. Dit is al een wat ongemakkelijke bewering, want het Persisch is ook een Indo-Europese taal. Maar men heeft het dus over de Aziaat. Klassieke talen tegenover Semitische talen zijn gescheiden departementen in de 19e eeuw en eigenlijk nog steeds. Daarmee bedoel ik, Semitische talen worden door theologen gedaan over het algemeen. Die houden zich bezig met de Bijbel, die houden zich bezig met Babylonië. Terwijl Grieks en Latijn, dat is een hele andere vakgroep. Dat zijn totaal gescheiden gebouwen aan de universiteit. Het is kleitabletten, Gilgamesh-epos, Zondvloed-epos, tegenover boeken, Homerus. Misschien wat ik moet schrijven, boekrollen. Het is theologie versus letteren. Het is religie versus humanisme. Het is de Oosterling houdt van despotie en kan alleen met de knoet geregeerd worden. De mannen van Xerxes kunnen alleen naar voren door met de zwepen naar voren geranseld te worden, terwijl aan de andere kant staan dappere kerels, echte Grieken, en die vechten voor de vrijheid. Dat is hun keuze. Dat zijn despoten. Ja? Dus dit is een schabloon. Wij tegenover zij. Wij zijn verlichte, humanistische, op de Grieken voortbouwende Europeanen. En zij zijn barbaren. Het is niet mogelijk om over de klassieken uit de 19e eeuw te denken zonder te zien dat het een imperialistisch project is. Wat hier in feite wordt gezegd is, Nederland mag over Batavia regeren en andere koloniën, want dat zijn Aziaten. Ja, dat zijn Oosterlingen. De klassieken zijn wat dat betreft een imperialistisch project. Dat is nu niet meer zo, maar dat was toen wel zo. En de verdachte Oosterling kan natuurlijk op alle mogelijke manieren terugkeren. Wat bij Herodotus een schabloon is dat over de Perzen wordt gelegd, wordt later door de Romeinen over de Parthen gelegd en over de Sassanidische Perzen. En het wordt later gelegd over de Umayyadische kalif. Het wordt gelegd over de Abbasiden, de Ayyubiden, de Mamloeken, de Ottomanen. Het kan over de Russen worden gelegd, die ook al heel erg barbaars zijn. En in onze tijd wordt het over Salafisten gelegd. En u denkt allemaal aan de Oekraïne op dit moment. En ook daar zit weer een westerse mogendheid die vecht tegen de oerbarbaren uit het oosten. De schablonen blijven terugkeren. Misschien een aardig detail is om erop te wijzen dat dit schilderij van Delacroix, dat toont dus zo'n sadistische despoot allerlei zinnelijke verleidingen van mooie vrouwen die hier dood worden gemaakt omdat die despoot aan het doodgaan is. Het is een gruwelijk doek. Alle orientalistische fantasieën zitten hierop geprojecteerd. Dat heb ik daarom dus gekozen, omdat dit zo mooi weergeeft hoe men eigenlijk over de Oriënt dacht in Europa. Maar Oriënt kon Babylon zijn, of Assyrië, zoals hier. Maar nu we toch in Leeuwarden zijn, Mata Hari droeg juwelen die op dit schilderij waren geïnspireerd. Want ook zij deed Azië. Ja, dus dat was gewoon voor die 19e eeuwers één grote. Daar kon alles op geprojecteerd worden. Nou, stel de oorlog was gewonnen door de Perzen. Dan was dus, volgens deze meneer, Eduard Meyer, dit is een van de grootste oud-historici aller tijden. De naam mag alleen met het allergrootste respect worden uitgesproken. Maar zoals Raphaël nodig is om slecht gevormde engeltjes te schilderen, zo heeft ook Ed Meyer wel eens een slechte dag gehad.
Stel de Perzen hadden gewonnen, dan zou een soort kerk het Griekse leven en denken onder een juk hebben geplaagd en alle vrije dynamiek zou aan banden zijn gelegd. De nieuwe Griekse cultuur zou, net als de Oosterse beschaving, een theologisch-religieus karakter hebben gehad. Dit is kul, maar ik moet er wel bij zeggen, Meyer had tenminste de moeite genomen om Kleitabletten te lezen. Alleen, die waren uitgegeven door theologen met een theologische agenda en die waren vooral geïnteresseerd in Babylonische parallellen voor het zondvloedverhaal. Dus de selectie uit het Oosterse materiaal die Meyer had gelezen, was een religieuze selectie. Dus het is één groot misverstand dat hier ontstaat. Gelukkig was er Max Weber. Max Weber is de grondlegger van de wetenschappelijke geschiedvorsing. Hij geldt ook als socioloog, zo is hij ook beroemd geworden. Maar deze man heeft ook heel goed nagedacht over hoe kunnen wij nou eigenlijk feitelijk het diepe verleden reconstrueren. En hij heeft daar een essay over geschreven over de objectiviteit van de sociale wetenschappen en van sociaal-wetenschappelijke kennis. Geschiedenis is bij hem een sociale wetenschap. Ik zou ook niet weten hoe het anders moet worden geplaatst. Dit essay wordt nooit meer gelezen, maar elke eerstejaars student krijgt een diep gehaat tentamen geschiedtheorie, waarin hij met vervelende boeken moet lezen die hij voor de rest van zijn leven haat. En dat is in feite Weber vervolg. En Weber zit er vaak in uittrekselvorm wel op een of andere manier in verwerkt. Je ontkomt niet aan Weber als je geschiedenis wil gaan studeren en het echt goed wil doen. En hij heeft de beslissendheid van de Perzische oorlogen nou net als uitgangspunt genomen. Dat is wel fijn voor ons, want dan heb ik tenminste een makkelijke lezing. Ik praat gewoon Weber voor een deel na. Dan heb ik het makkelijk. Wat is de pointe? Punt 1. Hij zegt dat wat Ed Meyer heeft gezegd is een contrafactische redenering. Dat wil zeggen, Meyer geeft betekenis aan de Perzische oorlogen door te kijken wat er niet is gebeurd. Stel de Perzen hadden gewonnen, dat is dus niet gebeurd, dan zou de Griekse cultuur zijn vrijheid hebben verloren en een soort kerk, religieus enzovoort. Maar dit type redenering is natuurlijk alsof het verleden een soort wissel heeft. Het gaat of linksaf of rechtsaf. Maar zo is het niet. Het is veel complexer dan dat. En het kan ook zijn dat als de Grieken de Perzen hadden gewonnen, dat de Grieken 30 jaar later in opstand waren gekomen. Of dat de Perzen de vrijheid hadden laten bestaan. We hebben aanwijzingen dat Mardonius, een Perzische commandant, sympathiek stond tegenover de Griekse democratie. Dus ja. Nou, dan verandert helemaal niks als ze winnen. Kortom, hij bewijst gewoon dat dit type redenering, waarbij je dus betekenis geeft aan het verleden door te kijken wat er niet is gebeurd, dat dat eigenlijk zinledig is. Het is gewoon flauw gespeculeer wat Ed Meyer heeft gedaan. Ik heb nooit kunnen vinden wat Meyer heeft gevonden van het essay van Weber. Meyer was intelligent genoeg om te begrijpen dat Weber gelijk had. Maar of hij het ook kon toegeven, is natuurlijk vers 2. Ik moet het toch eens uitzoeken. Maar goed, het idee dat de Perzische oorlog beslissend was, kunnen we dus gevoeglijk afvoeren. Domweg omdat de redenering waarop dat gebaseerd is niet zindelijk is. Hetgeen ons brengt bij de continuïteit. Als je continuïteit van een samenleving wil beschrijven, daar zijn regels voor. Ja, een cultuur heeft criteria kun je omschrijven, soms makkelijk en soms niet. Wij hadden net even in het vorige programma een gesprek over wat definieert nou Fries zijn. En taal is een aspect. En we hadden het ook over kaatsen. En misschien hadden we het over vieljeppen moeten hebben. Maar wat definieert Fries zijn? Dat weet ik ook niet precies. Maar ik weet wel dat er een aantal kenmerken zijn die gewoon al sinds de heren Halbertsma wel te traceren zijn en wortels hebben in het voorland. Dus je moet een wezenskenmerk kunnen benoemen voor een cultuur. En het gaat niet zomaar om een kenmerk, maar om een wezenskenmerk. Als het er niet is, is het ook niet meer wat je wil definiëren. Het is echt cruciaal dat dat kenmerk bestaat. Dat moet je hebben. Je kunt je dus niet beperken op uiterlijke vormen als de Grieken zijn de mensen die standbeelden maken met van die blote kerels. En het is ook niet dat zij, noem eens wat, de god Mercurius, Hermes aanbidden. Ja, dat soort uiterlijkheden zijn het niet. Je moet een wezenlijk punt kunnen benoemen. Die zijn er ook wel. Bijvoorbeeld een bepaald gevoel voor harmonie, tragiek, dat je bij Homerus vindt als eerste en bij elke Griekse latere uiting kun je dat tragische gevoel vinden. En dat vind je daarbuiten nauwelijks.
Dus er is geen enkel. Bij Homerus staan de twee partijen, Trojanen en Grieken, staan tegenover elkaar als gelijkwaardig. De Trojanen zijn een beetje ijdel, maar ze zijn gelijkwaardig. En dat geeft tragische diepte. Nou, je moet een Egyptische tekst lezen of een Perzische tekst. De totale verdorvenheid van de vijand is een gegeven. Er zit geen enkele gelijkwaardigheid in. Nou, dus hier heb je iets wat vrij wezenlijk is voor de Griekse literatuur en doorgegeven wordt. Dus dat kan. Maar je moet niet zomaar zeggen, ze vereren Hermes en plaatjes van Hermes bewijst Griekenland. Dat is simsalabim-sociologie. Tweede punt. Het moet echt gaan om iets wezenlijks. Dat invloed uitoefent. Dat wil zeggen dat het zo gebeurt, tenzij mensen het niet doen. Voorbeeld. Een Griekse auteur die iets moois wil schrijven, zal daarin proberen iets tragisch te doen. En misschien heeft hij een nieuwe poëtica bedacht waarin tragiek geen rol speelt, maar dan breekt hij bewust met een norm. Het is de tegengestelde van inspiratie. Inspiratie is, ik ga iets maken, ik wil iets moois maken en waar zoek ik aansluiting bij? En dan is het een bewuste keuze. Bij ons in het dorp hebben we op het museumplein een concertgebouw staan. En de man die dat gebouwd heeft, ik weet niet hoe die heette, die wilde iets moois maken. Nou, het is gewoon een stalen constructie en als zodanig prachtig, want die zaal die hangt echt aan een stalen dak. Het is heel mooi gemaakt. Maar hij wil het een beetje leuk maken, dus hij zet er een façade voor die lijkt op een Romeinse tempel. Hij zoekt daar bewust aansluiting bij de Grieks-Romeinse traditie. De keuze die hij maakt komt helemaal niet voort uit het gebouw zelf. Daar is het zelfs buitengewoon onpraktisch voor. Maar dit is dus een bewuste keuze om iets te volgen. Dat is inspiratie. Maar dat is eigenlijk een beetje flauw. Waar we het over hebben willen is wat invloed is. Dat is wat belangrijk is. Dat moeten we documenteren. En dat moet een wezenskenmerk zijn dat invloed heeft. Dat moet vervolgens, en nou doet mijn prikkertje het niet, mag uitsluitend in Griekenland zijn ontstaan. Want anders is het geen Griekse invloed. Ja? Als het ook in China is ontstaan en vanuit China naar Victoriaans Engeland is gekomen, ja, dan is het Chinese invloed en geen Griekse invloed. En tot slot, het moet ook documenteerbaar zijn dat het er elke generatie is geweest. Dat is allemaal zo gemakkelijk nog niet. Ja, dus we hebben, als wij het willen hebben over er is continuïteit van de Griekse cultuur tot op ons, hebben we een sociaal-wetenschappelijke vraag die we met sociaal-wetenschappelijk instrumentarium moeten beantwoorden. En al het andere is wat ik dan maar simsalabim-sociologie noem. Als je zegt, wij in Europa zijn eigenlijk Grieken, bewijs het maar. Dat moet je niet claimen, dat moet je bewijzen. En u merkt in de nadruk waarmee ik dit zeg, het gebeurt veel te vaak dat er iets geclaimd wordt wat niet bewezen is. Maar het tweede deel van de stelling, dat klopt niet. Houden we het derde deel over. Zijn die Grieken werkelijk zo vrij? En ik heb het niet eens over slavernijdiscussies. Ja? Zijn ze zo rationeel? Zijn die Oosterlingen zo despotisch? Ik geef u twee dingen. Links, prachtig kleitablet en wie herkent het niet? Ik weet ook niet wat er staat. Ik heb hem eerlijk gezegd vanmorgen snel van mijn internet gehaald toen ik die PowerPoint maakte. En ik heb even niet gekeken wat het is. Maar we weten dat de oude Babyloniërs, ook toen de Perzen aan de macht waren, een wetenschappelijke traditie hadden zonder weerga. De oudste wetenschappelijke grammatica is geschreven in het Perzische Rijk door meneer Panini. Dat is in India gebeurd. Dit is Babylonië, hier doen we astronomie. Compleet met de empirische cyclus van je gooit een hypothese neer, je doet waarnemingen, je toetst de hypothese. Die kan of bevestigd raken en dan ben je iets zekerder, of je hebt hem gefalsifieerd en dan doe je hem in een ander deel van je boek met waarnemingen en zeg je, dit is een hypothese die we ooit gehad hebben en die heeft het niet gehaald. Dit is zuiver wetenschappelijk denken. De oude Babyloniërs begonnen als astrologen en werden astronomen. En toen ging het naar het Romeinse Rijk en toen werd het weer astrologie. Maar het is er. Ja? Dus die Oosterling is niet zo irrationeel als in het schabloon in de mythe wordt aangenomen. Omgekeerd hebben we boeken als dit. Dit is gewoon programmatisch The Greeks and the Irrational genoemd. Meneer Dodds is een van de grootste klassici uit de 20e eeuw. Die ging dus heel erg benadrukken. Nou, zo rationeel waren die Grieken helemaal niet. En er is een wereld aan magische papieren ontdekt en dergelijke. En vervloekingstabletten. En dan blijken dus die Grieken helemaal niet de rationele helden te zijn geweest die we
150 jaar geleden nog dachten dat het waren. Ik zeg u hiermee natuurlijk weinig nieuws, maar dat schabloon blijft bestaan. En, of beter, het is teruggebracht. Voor het moment zeg ik, het schabloon klopt niet. Als u dat maar even onthoudt, dan kunnen we verder naar het volgende plaatje. Dat is dat we ook over Herodotus wat anders zijn gaan denken. Nu moet ik eventjes wat technisch zijn. Waar zit de oorzaak? Is dat in een individu? Of zijn er bovenindividuele zaken? De discussie gaat hier niet helemaal over, is het individu versus bovenindividueel, maar de feitelijke vraag is, kun je bovenindividuele oorzaken herleiden tot een gremium van individuen? Ja, het leger valt aan, dan kun je dat leger herleiden tot een verzameling individuen, en dan lijkt het alsof alles individueel is. Nou, het is ingewikkeld, ik ga dat nu ook niet uitleggen. U leest maar het handboek van Chris Lorenz, daar staat het allemaal keurig netjes in. Maar wij denken anders dan Herodotus over causaliteit. Herodotus zag nog dat actie-reactie. En er moet altijd een koning zijn die een beslissing neemt. Marathon wordt verloren door de Perzen. Koning Darius besluit tot wraak en wijst iemand aan die hem elke dag moet influisteren. Majesteit, u moet nog wraak nemen op de Atheners. Dan kijk je alleen naar individuen. Terwijl wij meer een proces van imperialisme zien en voortdurende expansie die dan de interne consolidatie van een nieuw koninkrijk moet doen. Dat is een totaal andere visie dan Herodotus zou hebben. Hij zou het niet begrepen hebben. Ik zeg niet dat wij het veel beter doen, maar we hebben een andere visie op causaliteit ontwikkeld. Nog iets anders wat belangrijk is. Wij herkennen mondelinge literatuur. 150 jaar geleden, 100 jaar geleden, 50 jaar geleden keken we heel anders naar Herodotus dan we nu doen. We herkennen waar hij verhalen aan het vertellen is. En we kunnen veel beter zien wat er betrouwbaar is en wat niet. En we kunnen aan sommige verhalen zien van hij vertelt nu een standaard anekdote, die we ook kennen uit dat verhaal. En dan weten we, dat verhaal kunnen we niet zo 1, 2, 3 geloven. Dus onze visie op Herodotus is sterk veranderd. En ik denk in dit geval verbeterd, want er zijn meer gegevens bij. Wat ik maar zeggen wil is, dat oude 19e eeuwse idee is zo dood als een pier. Het is inhoudelijk weerlegd en er zijn nieuwe wegen van onderzoek waarmee we veel verder zijn gekomen. Maar, misschien herinnert u het zich dat president Bush onmiddellijk na de aanslag op de Twin Towers riep, wij gaan nu een ministerie voor desinformatie oprichten, omdat we daarmee een moderne oorlog moeten voeren. Dat werd vervolgens tegengesproken. Maar ja, dat ministerie van Desinformatie was er, dus de tegenspraak, het bestaat niet, die hoeven we niet te geloven. Er is veel gedaan om het een beetje ideologisch te doen. En hier hebben we drie boeken die ineens zomaar kunnen verschijnen en het 19e eeuwse mythe opnieuw uitdragen. Het linkse boek is van een meneer die heet Tom Holland. Dat is iemand met sterke sympathie voor de klassieken. Hij heeft ook Herodotus vertaald. En die begint te vertellen, nou, de Perzische oorlog die was beslissend, want kijk maar wat John Stuart Mill zei, de Perzische oorlogen waren zelfs belangrijker voor de Britten dan de slag bij Hastings, want waarom zou je tenslotte een historicus vertalen, ik bedoel, Weber aanhalen, dan moet je Duits kunnen lezen, en John Stuart Mill is een filosoof, dus klinkt heel geleerd, dus dat kun je citeren en dan kun je het mee eens zijn en dan hoef je geen geschiedenis te leren en dat is voor Tom Holland blijkbaar een manier om geschiedenis te maken. En hij heeft het hele 19e eeuwse verhaal weer afgestoft. Dat is best wel pijnlijk, want eigenlijk waren we al een stuk verder. En dit boek verkocht als een tierenlier. Het werd gerecenseerd in een krant met de naam The Independent door meneer Paul Cartledge. Dat is de man die het middelste boek heeft geschreven met een plaatje dat mij vaag bekend voorkomt. Paul Cartledge recenseert het boek van Tom Holland. En als je het boek van Tom Holland leest, dan zie je dat Paul Cartledge de adviseur is geweest van Tom Holland. Dit is in Nederland absoluut niet toegestaan, dat jij een boek recenseert wat je zelf hebt geadviseerd. Maar als de krant die Independent heet, dan mag het vermoedelijk wel. Dat is heel merkwaardig. En wat zegt Paul Cartledge in het boek Thermopylae? Hij zegt van, nee joh, die hele oorlog. Er waren twee mogelijkheden, of het Griekse wonder kon blijven bestaan, of het ging ten onder.
Heeft die kerel Weber gelezen, vraag je af. Hij is toch hoogleraar in Oxford of Cambridge, daar wil ik vanaf wezen. Maar kan je hoogleraar worden zonder Max Weber te hebben gelezen? Nou, blijkbaar kan dat. En hij zegt van ja, die hele verdediging van Thermopylae is eigenlijk nooit bedoeld geweest als serieus. Want het was de bedoeling eigenlijk een beetje om te sneuvelen en zo een teken te geven wat vrije mannen konden doen. En zo inspireerde de dood van Leonidas bij Thermopylae de Grieken om verder te vechten. Dat is nogal een claim. En ik kan jullie wel verklappen dat de Grieken die Thermopylae verdedigden, die wisten dat er een weg om Thermopylae heen was en daar zetten ze een garnizoen neer om te verdedigen. Dus het is echt niet vol te houden dat Thermopylae niet serieus bedoeld is geweest om serieus verdedigd te worden. Het is gewoon kwakgeschiedenis dit. Maar ja, als jij maar hoogleraar bent ergens, dan wordt het boek uitgegeven. En als jij hoogleraar bent en je hebt een epigoon die het ook vertelt, dan mag je dat recenseren en dat vindt helemaal niemand anders. Niemand vindt dat erg. Maar dit is dus gewoon desinformatie die verspreid wordt. Het andere boek is van een politicoloog. Politicologen hebben de onhebbelijke gewoonte om rustig 35 eeuwen op één WAM-site te doen. Daar hebben ze grote, brede gebaren werken ze. En ja, laten we heel eerlijk zijn, een oudheidkundige die kijkt op een... ik ben gespecialiseerd op het Latijn van het laatste kwart van de eerste eeuw na Christus. En als die hoort dat zo'n politicoloog even de geschiedenis van de vrijheid van het Westen tussen de Perzische oorlogen en het neerkomen van de muur in één boek behandelt, nou, daar krijgt een oudheidkundige gewoon een hartverzakking van dat gebeurt. Maar Pagden heeft dus een 2500 jaar durende strijd tussen Oost en West. Het is bold, het is panoramic, het is highly readable en een page-turner. Maar het is wel onzin. Het middelste boek had niet door de peer review moeten komen. De andere twee boeken hebben geen pretentie. Oh ja, die hadden we ook nog. De film 300. Waarin de Perzen eventjes tot beesten werden gereduceerd. En waarin, er zijn verschillende versies van, maar de bioscoopversie zat op een gegeven moment een scène waarin koningin Gorgo probeert versterkingen te sturen naar mijn echtgenoot, Leonidas, die aan het vechten is in een ver land. Nou dacht ik toch echt dat de Grieken thuis vochten en dat de Perzen in een ver land streden. Dit is een commentaar op een plan van president Bush om extra troepen naar Irak te sturen. Dat heette de Surge. En hier werd dus gewoon de Griekse oudheid gebruikt om eigenlijk de bereidheid om troepen te sturen wat te vergroten. Dus Ik weet niet of dit door het ministerie van Desinformatie, waarvan het officiële bestaan wordt ontkend, of dat instellingen zijn, of daar geld is gegaan, ik weet het niet. Ik weet alleen dat er ineens na 9/11 een enorme markt was voor boeken die een soort clash of civilizations neer hebben gezet. En ja, dat verkocht als een tierenlier. En het is zo tragisch. Ik bedoel, ik ben nu een leerwaarder, ik mag natuurlijk niks aardigs over Groningen zeggen, maar in Groningen werkte mevrouw Sansisi Weerdenburg op de universiteit. En die was ontzettend bezig om het Perzische Rijk nou eindelijk eens normaal wetenschappelijk neer te zetten, als een antropologisch geschiedenisonderwerp. Ze had ook prachtige boeken geschreven. Die zijn totaal onverkoopbaar geworden door die boeken van Tom Holland. Dus hier wordt wat er aan goede informatie was, weggedreven uit het publieke bewustzijn, doordat er gewoon slechte informatie bijgepompt wordt. En het helpt natuurlijk niet dat wetenschappelijke informatie, zoals de publicaties van mevrouw Sissi Weerdenburg, achter betaalmuren kwamen. Desinformatie is gratis, iedereen vindt het. Betrouwbare informatie ligt achter betaalmuren. En er zijn nog steeds geen plannen om daar de schade van terug te brengen. Er zijn plannen om open access en zo, prima. Maar dat is alleen maar een halve eerste stap. Wat we nodig hebben zijn plannen om de ontstane schade terug te dringen. Ik zou niet weten hoe ik het moest doen. Misschien zijn het daarom ook wel geen plannen. En dus, ik geef toe dat deze website misschien niet de meest eerlijke is. De Greek Reporter is propaganda, of grenst aan propaganda. Maar daar werd Thermopylae weer de dag dat de Grieken voor de verdediging van de beschaving vochten. Tja.
Het frame wordt ter rechterzijde in het politieke spectrum overgenomen. Ik heb hier Thierry Baudet genoemd en rechts hebt u De Wever. De Wever zegt nog wel eens slimme dingen trouwens. Ik bedoel, het is niet dat ze helemaal onzinnig zijn. Maar er is een probleem hier. En we hebben een alternatief. Ik denk dat we gewoon moeten toegeven, geschiedenis is een wetenschap. En als je Max Weber niet hebt gelezen, wees dan rustig. En vraag even advies van een wetenschapper. Een historicus in dit geval. Dat is niet zo moeilijk. Ik heb toevallig net een boekje geschreven over Hannibal. En daar zit op een gegeven moment een voorbeeld in waar iemand een Grieks woord verkeerd heeft. En dat maakt uit voor zijn theorie over waar Hannibal de Alpen is overgestoken. Nou, hoe moeilijk kan het zijn om even bij een klassicus aan te kloppen, wat betekent dat woord? Nou, hoe moeilijk kan het zijn om even bij een historicus aan te kloppen van wat is causaliteit? Hoe zit dit? Is dit? En dan, dat is een vak geschiedenis. Dat kun je ook wetenschappelijk beoordelen. Daar moet wat meer respect voor zijn, denk ik. Klassici zijn geen historici. En zoals historici even vragen aan een klassicus wat betekent dit woord, zo zouden veel gewonnen zijn als klassici als Tom Holland niet naar klassici als Paul Cartledge gaan, maar naar bijvoorbeeld mevrouw Cici Weerdenburg hadden gebeld van hoe denk jij dat het zit? Had best gekund. Is niet zo moeilijk. Dit veronderstelt wel dat klassici ook weten wat historici doen en dat veronderstelt ook dat de historische opleidingen wat verbeteren, en de klassieke opleidingen. Dus wezen pleit ik voor een verbetering, een herstel van onze universiteiten. Ik heb er weinig respect voor. Laatste punt. Oh, dit sla ik even over. Het diepere probleem. Dit kan gelukkig vrij kort. Wetenschap is gereduceerd tot onderzoek. Onze universiteiten hebben 3 taken. Onderzoek, onderwijs, overdracht. Die overdrachtstaak is de laatste jaren sterk in het verdrang geraakt. Ik ken niet één archeoloog die op dit moment de bedoeling heeft en de opzet heeft om een boek te schrijven zoals De Romeinen in Nederland van Willem van Es. Wim van Es had een prachtig boek daarover geschreven, maar er is nooit een opvolger voor gekomen. En ik heb een vermoeden, het interesseert archeologen ook niet, want ze worden niet afgerekend hierop. Ze worden afgerekend op onderzoeksresultaten. Tweede is, onderzoek is heel erg specialistisch geworden. Dat is ook een probleem. Dus we krijgen met enorme specialisten te maken, aardige mensen doen hun best, en daar gaat het allemaal niet om. Maar ze missen de breedheid, het generalisme voor de publieksvoorlichting. Ik zeg dat het ronduit slecht is. Ik geef nog even wat voorbeelden. De Limes is nu werelderfgoed. De Raad voor de Cultuur heeft het afgedaan als hobby en lobby. Het is hobbyisme. Een krantenartikel van een bekende Leidse historicus, een zekere Mark Rutte, die het heeft over de ondergang van Europa omdat het Romeinse Rijk ten onder is gegaan. Dit kan zomaar afgedrukt worden. Het is kul. Hier hebben we een artikel uit Trouw, Mithras, de verslagen soldatengod. Hij is ondervertegenwoordigd in soldatendingen en hij is niet de god die er hiervan gemaakt wordt. Dit is volkomen onzin. Sappho-papieri. Ze waren al in de krant gepubliceerd voor de feitelijk iets was gepubliceerd. We weten nog steeds niet of ze echt zijn. Iedereen wil graag dat ze echt zijn. Maar het is een heel slecht verhaal. Het laatste, ik had het over Hannibal. Volkomen kul verhaal. Wordt al naar de pers gegooid. De publicatie blijkt achteraf nergens op te slaan. De voorlichting deugt niet. Daarom ben ik zo blij dat we nog een week van de klassieken hebben. Omdat daar tenminste wel eens goede sprekers zijn. Dat zeg ik niet om mezelf eigenlijk een veer op de daarvoor bestemde plaat te gaan. Maar kijk naar het programma. Mooi zondagavond Marieke van Aarde in het RMO. Die wil ik zelf heel graag zien. Er zijn leuke sprekers en ze zijn goed. Dus er gebeurt wel degelijk iets goeds. Ik denk, we moeten de wetenschap weer serieuzer nemen. In de voorlichting aan het publiek is het helemaal niet erg om af en toe gewoon te zeggen, dit is de wetenschap. Punt. En zeg dat nou maar eens. En leg uit waarom het wetenschap is. Wetenschap moet wel serieus worden genomen dan ook aan de universiteit, dus hou eens op met die gekke specialismen. Ja, ik verwacht van een klassicus dat hij kan graven en ik verwacht van een archeoloog dat hij een bron kan lezen. Hoeft niet per se in vertaling, in het origineel, maar weet tenminste hoe een bron werkt. Dat kan best. Dus van de wetenschap zou ik iets meer willen als we de toekomst voor de klassieken willen hebben. Want zoals het nu gaat, gaat het verkeerd, gegarandeerd. En ik verwacht ook iets van de journalisten en ik vertelde u al, of misschien heb ik het u niet verteld, maar ik ben bestuurslid van een vereniging voor wetenschapsjournalisten. En dit is ons laatste symposium dat we
afgelopen dinsdag hadden. Journalisten hebben ook een taak hier. En misschien nog wel meer dan de wetenschap zelf. En journalisten moeten gewoon eens begrijpen dat het publiek heus wel wat aan kan. De discussie die we hier hadden gaat over de vraag, moet je statistieken niet wat vaker uitleggen? En u hier aanwezig en u daar achter de camera, u kunt prima omgaan met een onzekerheidsmarge. Zo moeilijk is het nou ook weer niet. En als het wel moeilijk is, dan zoek je het maar op. Daar hebben we Wikipedia voor tegenwoordig. Dat kan uitstekend. We hoeven het publiek niet te behandelen alsof de lagere school niet heeft afgemaakt. En we kunnen echt wel, het publiek kan heus wel wat aan. En wat ik eigenlijk wil praten, als ik voor de journalisten zou zijn, is laten we eens ophouden met die hapklare brokken. U gaf net wat voorbeelden, Mithras, de verslagen soldatengod. Dat is een hapklare brok, maar we mogen ook wel eens uitleggen wat de methode is. Hoe weten we wat we weten? Ik heb dat nu geprobeerd een beetje aan u uit te leggen, dat we eigenlijk helemaal zoveel niet weten over de grote Perzische oorlog, dat we er een gigantisch bouwwerk aan hypothesen en mythen opgebouwd hebben, waardoor het politiek te manipuleren viel, en we uiteindelijk denken van, wat hebben we aan dit verleden? En het antwoord is niet nog meer hapklare brokken, niet meer sensationele claims. Het antwoord is, leg nou eens rustig uit hoe we aan kennis van het verleden komen. Nogmaals, als u een boek over geschiedenis leest, over de oudheid, kijk even of Max Weber genoemd wordt. Dat is denk ik in steno waar het om gaat. Ik dank u voor uw aandacht. Ja, meneer Lendering, heel hartelijk dank voor deze boeiende lezing. Zijn er in de zaal ook nog vragen? Er is een vraag. Dan kom ik even bij u. Ik ben helemaal geen wetenschapper. Een normale burger met belangstelling voor het verleden. En ik verbaas me iedere keer weer, dat verhaal ook van u, hoe men iedere keer probeert een scheiding in gebeurtenissen te maken. Dit is doorslaggevend. De Tweede Wereldoorlog was ook doorslaggevend. Als Hitler niet dit, en als Hitler, en dat gaat door. En wetenschappers proberen dat ook naar het verleden toe te maken. Net zoals met wat u ook zegt. En ik vraag me gewoon af, van zoeken ze niet naar iets wat er niet is? Dat is een goede vraag. En ik vind het ook een hele leuke vraag, omdat ik zelf over het algemeen zeg van, het is helemaal niet nodig om wetenschappelijk met het verleden om te gaan. Als iemand het leuk vindt om in het weekend een Romeins harnas aan te trekken, dat noemen we reenactment, en Romeintje te spelen, en hij heeft daar plezier aan, doe het. Heb er lol in. En er is een enorm veel plezier te beleven door kennis te nemen van het verleden. Het maakt het leven rijker. Zoals ook een boswandeling, of een concert, of bioscoopbezoek het leven rijker maakt. Geschiedenis is iets wat het leven rijker maakt. Daar sta ik helemaal achter dus. En ik ga ook niet vragen naar een rechtvaardiging voor een boswandeling, want dat zal niemand eisen. Maar geschiedenis is nog leuker als de informatie die je vertelt klopt. Ja, ik bedoel, Game of Thrones is leuk om naar te kijken, maar een verhaal over de rozenoorlogen, waarover Shakespeare een toneelstukken heeft geschreven, is veel intrigerender, omdat het feitelijk waar is. Dus als de informatie klopt, is de genotsfactor hoger, denk ik. Kan ik niet bewijzen, ik heb het nooit uitgerekend, maar ik denk wel dat het zo is. Tweede punt is, als het alleen maar genot zou zijn, en nogmaals, de genotfactor is er gewoon. Ik bedoel, ik lees ontroerd als ik de correspondentie van mijn overgrootvader zie. Die was onderburgemeester in Duiven. En dan zie je de problemen in Duiven in de 19e eeuw. Dat is best wel mooi ontroerend om te lezen. Ik hoef echt niet te weten hoe het precies in elkaar zit. Dat ontroert me, dat is mooi. Dus dat is goed. Maar die ontroering mag niet gereserveerd blijven voor alleen maar mensen die een baan hebben aan de universiteit. Die mogen er wel iets terug voor doen. Dus dan komt meteen de eis, kun je het ook een beetje goed doen. Je mag van een academicus verwachten dat het resultaat van zijn onderzoek op een of andere manier de samenleving verrijkt. En niet alleen de mensen aan de universiteit zelf. Dus dat zijn twee redenen. Het is beter als je het wetenschappelijk aanpakt en zoekt naar oorzaken en zoekt naar diepere gronden en weet waarom je weet wat je weet.
Ja? Dat is de ene reden. En de andere reden is dus gewoon puur de rechtvaardigingskwestie van de subsidiëring aan de universiteit. Ook dat brengt mij ertoe om te zeggen van ik verwacht iets van de universiteit. Dat is hopelijk een antwoord. Dank u wel. Zijn er nog meer vragen? Ja, kom ik ook even bij u. Ja. Dit is meer voor de kijkers thuis, dus ik geef hem u even in de hand. Ik heb wel eens op televisie gezien. Dan gaan ze het onderzoek verbreden naar allerlei andere disciplines. En bijvoorbeeld naar klimaatverandering. Dat hoor je dan allemaal aan, maar zit daar iets in? Of ja. Is dat eigenlijk verder gezocht? Ja, ik heb de verkeerde lezing nou. Ja. Ik noemde net, het is niet een reclamepraatje, maar bijvoorbeeld het onderzoek naar Hannibal en de Punische oorlogen, daar speelt het klimaatonderzoek een belangrijke rol. Het wonderlijke is namelijk dat in de Eerste Punische Oorlog, dus de grote oorlog om Sicilië, daar vergaat de ene vloot naar de ander. En de Romeinen waren niet zulke slechte zeelieden dat ze elke keer die vloten weer op de klippen liepen lopen. Er lijkt iets aan de hand te zijn. En toevallig ontdekken we nu dat er een klimaatomslag zit in de derde eeuw. Het is het begin van het Romeinse klimaatoptimum, in technische termen. En dat is wel een hele interessante constatering. En een ander voorbeeld van dezelfde klimaatomslag. Er zit meer water door regenval en smeltende gletsjers in de Rhône, waardoor er nieuwe kleiafzettingen zijn en extra waterlopen. En door die extra waterlopen kunnen we bepaalde eilanden aannemen die we eerder niet hadden geweten, wat belangrijk is voor het onderzoek naar waar Hannibal over de Rhône trok en hoe die er langs ging. En de monding van de Rhône blijkt veel noordelijker te hebben gelegen dan we altijd dachten. Met betekent dat de oversteekplaats van Hannibal ook noordelijker moet worden gezocht. Dus verder buitengewoon gedetailleerd onderzoek. Maar klimaatonderzoek, DNA-onderzoek, er zitten allemaal nieuwe fronten. DNA-onderzoek, ik wilde het aanstippen, toen zei ik doe het niet. Omdat ik al iemand zag opstaan achter in de zaal en ik denk van oh, ik ben blijkbaar door mijn tijd heen. Maar DNA-onderzoek leidt er steeds meer toe dat mensen heel bewegelijk zijn geweest in het verleden. Heel mobiel. En dat ze dus ook ideeën meenamen. En het idee dat je kunt spreken over de Griekse cultuur of de Romeinse cultuur in isolement, zonder te kijken naar Aramees, Egyptisch, Libisch, wordt steeds moeilijker. Dat was altijd al moeilijk, maar nu zijn er ook steeds meer argumenten om dat samen te nemen. En je moet eigenlijk niet meer hebben over de Perzische en de Griekse cultuur. Het is de Mediterrane cultuur. En er is veel meer dat ze verbindt dan scheidt. Ik denk ook dat dat de toekomst is. Als wij verder willen met de klassieken, moeten we de eenzijdige nadruk op Griekenland en Rome heel snel inruilen voor pluriformiteit. En de klassici hebben een wereld aan informatie erbij gekregen de afgelopen jaren, dankzij DNA-onderzoek. Het is fascinerend. Nou, en dan nog een nieuwe ontwikkeling die ik graag noem, is er zijn nu digitale technieken waarbij met artificiële intelligentie al bestaande teksten kunnen worden onderzocht. En we kunnen lacunes aanvullen in inscripties op dit moment op een wijze die we nog niet eerder hebben gezien. En we kunnen op manuscripten individuele handen van klerken herkennen. En dat is puur geautomatiseerd. Dus er ontwikkelen totaal nieuwe soorten inzicht. De gezondheid van een wetenschap reken je niet af op nieuwe inzichten. Want dan is elke ster die ontdekt wordt is vooruitgang. Je rekent een wetenschap af op of er nieuwe soorten inzicht kunnen ontwikkelen. En of het vak zelf van aard verandert. De klassieken staan er eigenlijk verschrikkelijk goed voor. En de grote vraag is, als de vogel vliegt, de kooi staat open. Wil de vogel vliegen? Kan de vogel vliegen? Mag de vogel vliegen? Dat is de vraag. Dus ik ronde net iets wat sceptisch af. En ik denk dat er ernstige problemen zijn. Maar er zijn ook enorme kansen op dit moment. En ik hoop dat de universiteiten die gaan grijpen. Oprecht, maar ik ben ook wel eens pessimistisch daarover. Mevrouw? Nou, kom ik nog even bij u, mevrouw. Heel toevallig, ik zit op een cursus voor gewone mensen, zou ik maar zeggen. En we hadden, dus toen zei dus die man, die zei, die klassicus, de Grieken, die schrijven hun geschiedenis in de mythologie, zei hij.
Ja. In tegenstelling tot de Romeinen, die gaan dan op de feiten of iets dergelijks, wat ik me heb herinnerd. Hè? Is er nou nog iets over die oorlogen terug te vinden in de mythologie? Hebben jullie daar dan als klassici ook wat aan? Of als geschiedschrijvers? Ja. Maar het klopt op een bepaalde manier wel. Ik had kunnen vertellen dat nogal wat Griekse kunst is een commentaar op de Perzische oorlogen, zelfs als het daar niet op lijkt. En een mooi voorbeeld daarvan is de zogenaamde Amazonomachie. Dat is een afbeelding of een verhaal over de oorlog tussen de Grieken en de Amazones. Waarin de ene partij geacht wordt te staan voor de orde de ratio en dat is de stoere Griek. En de andere partij, dat is dan de barbaar, het vreemde, het andere. Dus dat is die erfenis van Xerxes. Wij zijn de normalen en zij zijn de anderen en de imperialistische gedachte. En dat zie je dus inderdaad, dat type afbeelding kom je regelmatig tegen. Dus het is misschien wat minder leuk om te vertellen, maar aanrandingsscènes die we ook regelmatig zien in de Griekse kunst, hebben vaak een karakter van de herdenking van een militaire overwinning, bijvoorbeeld op de Perzen. Er zijn wat nare afbeeldingen van waar ik nu niet in detail over wil treden, maar er zijn een artistieke, mythologische reflecties op het recente Grieks-Perzische oorlogen. Een mooi parallel trouwens die we in het Nederlandse verleden daarvan hebben, is het boek Napoleon van Jacques Presser. Dat verscheen in de Tweede Wereldoorlog en het was niet moeilijk om te raden wie eigenlijk Napoleon was. Dat was Hitler en dat was Mussolini en Stalin. Dus daar werd een mythologisch Napoleon-verhaal gebruikt om een commentaar te geven op Hitler, Mussolini, Stalin. En het werd dan ook beloond met de hoogste lof die een geschiedenisboek kon krijgen, namelijk dat de Duitse bezetter het boek verbood. Iemand anders nog een vraag? Anders ga ik mijn trein halen naar Amsterdam. Ja, nou, dan sluit ik deze bijeenkomst. Ik bedank u hier in de zaal dat u aanwezig bent. En de kijkers thuis ook wil ik bedanken. En ik heb voor u... Ah, de fles drank. De fles voor onderweg misschien, of voor vanavond toch gezellig thuis. Mijn vriendinnetje. Bedankt dat u hier was. Kijkers thuis ook bedankt. Ik wens u allemaal een goed weekend. En wie weet bij een volgende lezing. Dank u wel.